Ik ben ingelogd als docent. In het hoofdmenu selecteer ik inhoud. Ik zie een overzicht van alle leerlijnen. Dit overzicht is hetzelfde als voor studenten. Inhoud kunt u voor diverse doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om uw lessen voor te bereiden of om lessen klassikaal te maken. Door op een van de leerlijnen te klikken, opent de leerlijn. Ook dit ziet de student op exact dezelfde manier. Ik klik op de les lezen. De les opent zich altijd met een korte inleiding over wat er in de les gaat gebeuren en wat de student gaat leren. Ik klik op begin met de les. De opzet van een les is altijd hetzelfde. Links ziet u de bron en rechts staan de bijbehorende opgaven. De schermverdeling kunt u zelf aanpassen. Door het icoontje naar links of rechts te schuiven. Ik maak de eerste opgave en controleer mijn antwoord. Ik krijg direct feedback en zie dat mijn antwoord goed is. Ik heb drie sterren gehaald. Studenten worden gemotiveerd om een opgave zo goed mogelijk te maken, doordat ze sterren kunnen behalen. Hebben ze de opgave in één keer goed, dan behalen ze drie sterren. Elke poging die ze nodig hebben, kost ze één ster. In totaal hebben ze dus drie pogingen om de opgave goed te maken. Hier ziet u dat ik bij de derde poging nog één ster heb behaald. Als docent heeft u als extra optie om alle antwoorden te tonen. Uiteraard heeft een student deze optie niet. De juiste antwoorden verschijnen. U kunt deze optie gebruiken voor het voorbereiden van lessen of bij het klassikaal nabespreken. De antwoorden verschijnen op alle pagina's. U kunt de knop ook weer uitzetten. De resultaten van de opgave die ik heb gemaakt blijven staan. Dat ziet u bij deze eerste twee opgaven. Wilt u de antwoorden wissen, bijvoorbeeld omdat u aan een andere klas les gaat geven, dan klikt u op Resetten.